In een weiland buiten Maasland is het eerste grutto-nest van Zuid-Holland gevonden. Dat is uitzonderlijk vroeg. De Weidevogelstichting Midden-Delfland gaat dit nest en enkele tientallen kievitsnesten in hetzelfde weiland beschermen als de boer gaat gieren. Het grutto-nest werd gevonden nadat een boer de vogelwerkgroep had gebeld om te zeggen dat hij zijn land wil bemesten. En dat doen ze tegenwoordig met een sleepslang. En die sleepslang die zou eigenlijk alle nesten meesleuren. Wij hebben gisteren met 3 vrijwilligers hier de nesten opgezocht. En de kievitsen zijn dit jaar vroeger als anders vanwege de warme maand februari. Maar tot onze grote verrassing lag er ook een grutto met 4 eieren tussen. En dat was wel de eerste van Zuid-Holland. Dus dat was wel een leuke bijeenkomstigheid. Weidevogels zijn allemaal bedreigde soorten. De nesten in dit weiland zullen worden beschermd als het gieren begint. Wij zoeken de nesten op, dat deden we altijd al. En daar hebben we nu oranje deksels voor. Dus zo gauw de loonwerker hier van de week gaat werken, gaan we met 2 vrijwilligers hierheen. We leggen de deksels over de nesten heen. En zo gauw de sleepslang weer weg is, halen de deksels eraf. Eieren veilig, vogel gaat weer netjes terug op zijn nest. En dat werkt echt, de vogel komt ook echt weer terug? Ja, de vogel komt echt weer terug. De vogel komt best wel een paar uur van zijn nest af, dat is geen probleem. En ja, we moeten wel zo snel mogelijk, zo gauw de boer klaar is met bemesten, halen de deksels eraf. Kleiweg verwacht de komende weken enkele honderden nesten in verschillende weilanden te kunnen beschermen met deze dekselmethode.